Vandaag brengen we met IT Daily vier partijen rond de tafel om te praten over data, AI en analytics. Samen kijken we naar wat er nodig is voor een goede datafundering en hoe bedrijven meerwaarde kunnen halen uit hun gegevens. De keuze voor bedrijven zal altijd zijn waar ze hun data zetten, of dat dan nu on-premise of in de cloud is. Maar ik geloof er wel in en ik denk dat iedereen dat weet, dat als je van al het moois van wat mogelijk is op die data naar reporting toe, naar analytics toe en AI toe, alle tools die daar bovenop kunnen gezet worden, dat de cloud de toekomst heeft, omdat alles zich daar situeert. Every company needs data and AI capabilities now. It's a must. But what's commonly forgotten is the last mile. How do you activate all these invested data products and AI products? You need to put them in the workflow of daily users. For example, in Salesforce, we've always been very good at activating that and put it directly in the same system where they log in every day. And they leverage the benefits of data and AI products. When it comes to the maturity and how can Belgian SMEs embrace AI and data in general, I think that at least they're more and more aware of what the capabilities and sometimes the limitations are, but they are not really well equipped fully for the moment to really go for it, whether it's in terms of having the technology already in place or the right skills, the right people within their companies to do so. Ja, uiteraard, generative AI is heel nieuw en wordt heel breed ingezet in allerlei toepassingen, maar dat doet geen afbreuk aan waarde aan die andere technieken die evenzeer heel veel waarde bieden en nog veel goede toekomst hebben en wat die ook nog heel veel zullen gebruikt worden en verder evolueren ook nog eens in de toekomst. De rol van die andere technieken naast generative AI zijn natuurlijk specifieke business toepassingen. We vinden die in de financiële sector, we vinden die in de health and life science sector, een specifieke business toeleinden, krijgen andere of hebben andere technieken al lang gebruikt die naast generative AI bestaan en die ook nog heel lang zullen blijven bestaan.